allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een full face met nieuwe make-up. Wat inhoudt dat ik gewoon allemaal nieuwe make-up ga testen. Het leuke aan deze video is ook dat alle make-up betaalbaar is. Dus niks wat je vandaag gaat zien is duur. Alles is gewoon lekker betaalbaar en dat is ook altijd toppie. Ik heb een aantal producten erbij zitten die ik heb ontvangen in PR. En een aantal heb ik gewoon besteld. Dus het is een beetje een mixje van alles. Alles is nog nieuw. Alles is ongebruikt. Hier en daar heb ik wel al iets gebruikt, maar dat zal ik ook allemaal wel in de video vertellen. Maar over het algemeen is niks gebruikt en is dit echt een first impression, eerste indruk video. Dus we gaan gewoon met z'n allen kijken wat we van al deze make-up vinden. Dit soort video's duren altijd best wel lang, dus pak er alvast gewoon iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken en kom lekker genieten met mij. Dus vind je het nieuwe leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik heb hier weer een bakje vol met allemaal make-up. Oh my god! Oké, laten we gewoon gelijk beginnen, want dit gaat vandaag wel eventjes duren, want ook de make-up look die ik ga maken wordt ook heel erg heftig. Ik ga vandaag beginnen met de ogen en ik heb hier een nieuw oogschaduwpaletje van Root Cosmetics. Dit is het Root Cosmetics City of Neon Lights 12 Pastel Pigment en Shadow Palette. Ik heb laatst een pakketje ontvangen van Root Cosmetics, omdat dit merk nu te koop is bij Easy Paris. Ik weet niet hoe lang het daar al is, maar ik ben er wel heel enthousiast over, want ik vind Root Cosmetics echt een leuk merk. Dit merk is niet echt super bekend in ons landje, maar ik hoop dat doordat het nu wordt verkocht bij Easy Paris, meerdere mensen het gaan proberen. Ik heb ook jaren geleden echt van Root Cosmetics zelf ook een PR pakketje ontvangen en dat vond ik ook heel erg leuk. Ik heb dus hier een heel leuk oogschaduwpaletje en het is een super fel paletje, jongens. Laten we hem even uit de verpakking halen. En kijk even alle kleurtjes die er hierin zitten. Oh my god. Het zijn 12 felle kleurtjes, allemaal heel erg kleurrijk. Ik vind het echt fantastisch. Ook hebben we een spiegel. I love it. Ik hou van dit soort paletjes. Jullie weten van mij. Ik hou van felle kleurtjes en dat soort dingen. Het enige wat ik een beetje mis zijn glanzende kleurtjes. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, who cares? Ik ga even een paar swatchen met mijn vingers gewoon. Oké, op de swatches komt bijna niks van af. Oh my god. Kijk even dit. Oké, dit gaat wel echt feller moeten zijn op mijn oog dan dit. Ik moet zeggen, het paletje heet pastel, maar dit zijn niet echt pastel kleurtjes. Ik vind ze echt best wel fel, dus ik weet niet waarom dit paletje pastel lights heet. Oké, ik was echt heel enthousiast over het paletje, maar nou, na die swatches is mijn blijheid een klein beetje weggezonken. Maar goed, maakt niet uit. Ik hoop gewoon alsnog dat die goed gaat zijn. Dus we gaan hiermee een look maken. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, we zijn ingezoomd op mijn ogen. Nou, kunnen jullie alles beter zien. Ik ga eerst beginnen met het primer van mijn oogleden. En ook van Root Cosmetics heb ik een nieuwe primer. Dit is de Root Cosmetics Prelude Eyeshadow Primer. En ik ben hier echt heel benieuwd naar. Ik hoop dat hij goed gaat zijn. Ik vind hem er wel echt heel cute uitzien. Met allemaal zo van die hartjes. En ik hoop dat hij genoeg pigment heeft. Ik denk het wel. Want het ziet er een beetje uit als een concealer. Ik wil altijd dat mijn primer genoeg pigment heeft om mijn ogen echt helemaal zo mooi geel te maken. Ja, het voelt echt aan als een concealer. Ik denk dat dit echt genoeg pigment gaat hebben. Oké, als je het inblendt gaat er wel wat pigment verloren. Best wel veel eigenlijk, dat vind ik wel jammer. Maar het blijft wel een beetje plakkerig. Dus ik hoop gewoon dat het er wel echt voor gaat zorgen dat mijn oogschaduw beter blijft zitten. Maar er is in ieder geval geen pigment. Ik ga beginnen met deze kleur hier, die heet Blushing Band. Ik breng die aan met een kleine ronde kwast van Morphe van de Sweet Oasis kwastencollectie. En die kleur breng ik aan in mijn binnenste ooghoek. Een beetje hier zo. Wel in mijn arcadeoog. Oh, die is meer roze dan dat ik had verwacht. Ik had iets meer rood verwacht, maar oké. Daarnaast ga ik in met de paarse matte kleur, die heet Miami Spice. Die kleur breng ik daarnaast aan. En dan ga ik alles uitblenden met deze platte fluffy kwast, ook van Morphe van de Sweet Oasis collectie. Ik ga nu beginnen met uitblenden met deze lichte roze kleur, die heet Twin Peaks. Die kleur gebruik ik om de rozige rode kleur hier binnen uit te blenden. Ik dacht dat het een rode kleur was, maar het is echt gewoon best wel roze. En dan ga ik voor de iets lichtere kleur paars en daarmee ga ik de paarse kleur uitblenden. Dan pak ik de blauwe matte kleur, Big Little Skies. En die kleur ga ik aanbrengen in de buitenste ooghoek. Jongens, ik heb echt geen idee wat ik nou aan het doen ben. Ik ben echt maar gewoon iets aan het doen. Dan pak ik de felgroene kleur, die heet The Green Wife. En dan met die groene kleur ga ik over mijn hele ooglid. Oeh, die is fel. Ik ga gewoon een soort van cut crease maken met alleen maar de oogschaduw. Ik ben echt gewoon random elke kleur aan het aanbrengen ever.
Ik weet niet hoe het komt, maar die groene kleur wil hier zo in het begin niet goed pakken. Zien we dit hier, dit gat zeg maar hier? Heel erg raar. Overal brengt hij gewoon goed groen aan, alleen maar hier zo binnen wil hij gewoon niet aanbrengen. Ik weet niet wat hier binnen aan de hand is. En dan weer een beetje van het blauw inblenden met de groene kleur. Hier in het begin wil hij ook niet echt heel erg goed aanbrengen. Ook daar heb ik nou een soort van kaal plekje. Ik denk dat die groene kleur gewoon niet goed wil aanbrengen op de roze kleuren hier in het begin. Ik weet niet hoe het komt, maar die twee kleuren willen gewoon niet goed samenwerken. Nou, ik heb echt maar gewoon iets gedaan. Het is wel lekker kleurrijk geworden. Nou ga ik het een klein beetje opruimen met een make-up wiper. Dan maak ik het hier strak. Er is ook echt bijna geen fallout. Ik heb hier een klein beetje blauw, maar dat heb ik vast gewoon gedaan met mijn vingers of zo. Helemaal geen fallout. Het ging best wel goed. Het had wel iets beter kunnen gaan qua blending, maar op zich het ging wel goed. Ik vind het heel knap dat deze kleuren allemaal zo goed in elkaar zijn geblend. Want ik heb echt maar wat gedaan. Ik heb gewoon nou gewoon heel veel kleuren, maar gewoon een beetje door elkaar gemixt. En het is best wel goed gegaan. Het enige wat alleen niet echt lukt, is die groene kleur aanbrengen hier binnen in het roze. Maar whatever, maakt niet uit. Dan heb ik hier ook een nieuwe eyeliner. Ik heb hier de L'Oreal Paris Metal Signature Eyeliner. Dit is dus een zwarte eyeliner, maar ik zie nou erop staan dat het een metal is. Is het dan een metallic eyeliner of zo? Laten we even kijken. Oh, ik was vergeten dit eraf te halen. Deze heb ik gewoon gekocht bij de Kruidvat. Oeh, het ziet er gewoon goed uit. Super, super zwart. Oké, I like it. Ik ga hem proberen. Jongens, echt droger dan dit wordt hem gewoon niet. Het is gewoon alsof het potje niet vol is. Ik vind het kwastje wel super fijn. Het is echt een fantastisch kwastje, maar... er komt gewoon bijna niks uit. Het is echt heel raar. Ik vind dit wel echt heel zonde, want kijk even hoe mooi dit aanbrengt. Maar ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Nou, deze ga ik echt nooit meer gebruiken. Ondanks dat het kwastje super, super fijn is, is het gewoon alsof er echt bijna niks uitkomt. Ik heb best wel moeten struggelen om dit nou aan te brengen. Ik vind helemaal niks. Wat ik ook heb gehaald bij de Kruidvat is deze nieuwe mascara. Ook van L'Oreal Paris heb ik hier de Air Volume Mega Mascara. Ik ben hier heel erg benieuwd naar, want er staat op dat het je 84% meer volume moet geven. Dus ik ben benieuwd of het mijn mini wimpertjes gaat helpen. Ik vind de verpakking wel echt heel erg mooi. Kijk hoe mooi rosé zo. I love it. L'Oreal staat wel bekend om de goede mascara's, dus ik heb hoge verwachtingen nou. Dit is hoe het borsteltje eruit ziet. Gewoon heel groot en rond. Wat me net opvalt is dat ik hem niet kan neerleggen. Ik leg altijd mijn mascara's gewoon zo neer. Maar dat lukt hiermee niet. Dat is wel apart. Oké, ik ga wel eerst even mijn wimpers krullen, want dat doe ik altijd. Nou, ook deze mascara vind ik niet zo fijn. Je moet echt best wel veel laagjes aanbrengen om een beetje volume aan te brengen. En dan wordt alles heel klonterig. Kijk even naar dit oog. Het wordt helemaal zo raar klonterig. Ik vind hem niet zo fijn. Dan heb ik van W7 ook een PR pakketje ontvangen. En ik heb een heleboel nep wimpers gekregen. Dit zijn de W7 Faux Silk Lashes in de stijl Aphrodite. Ik heb echt een heleboel stijlen van hun gehad. En I love them. Ik heb altijd een hekel aan W7 nep wimpers, omdat ze altijd heel lelijk en plastic achtig zijn. Deze zijn echt prachtig. Ik vind ze echt amazing. Dus ik ga nou de stijl Aphrodite opdoen en dan kom ik zo bij jullie. Deze wimpers zijn echt amazing. Ik denk dat ze ook echt prachtig zouden zijn met een meer naturel look. I love it. Ik ga nou heel eventjes stoppen met de ogen en beginnen aan de gezichtsmake-up. Ik heb een nieuwe foundation, dus ik ga een primer gebruiken die ik al gewoon ken en waarvan ik weet dat die goed is. Want als er dan iets raars gebeurt met mijn gezicht, weet ik dat het niet aan de foundation ligt. Ik ga mijn NYX Marshmallow Primer gebruiken. Die maakt je gezicht echt super egaal. En hij ruikt heerlijk naar marshmallows. Oké, de foundation vandaag is een van de twee producten die ik al heb gebruikt. Want van een foundation wil ik hem echt vaker gebruiken voordat ik echt mijn mening geef. Dus daarom heb ik hem al gebruikt. Dus ik weet al wat ik ervan vind. En ik heb hier de nieuwe Tinted Moisturizer van Morphe. Dit is de Morphe Glow Stunner Hydrating Tinted Moisturizer. Deze heb ik besteld, maar ik heb er ook onlangs eentje ontvangen in PR. Maar gelukkig heb ik hem besteld, want die ik heb ontvangen in PR is echt veel te licht. Dat is de kleur Medium Glow 4. En ik heb hier de kleur 10 Glow 7. Altijd als ik gezichtsproducten ontvang in PR, ik krijg altijd standaard te lichte kleuren. Dus ik ben blij dat ik gewoon mijne heb besteld. Dus deze gaat gewoon in de la voor als ik iemand hier heb die misschien een lichte huidskleur heeft en hem graag wil hebben. Deze heb ik dus al gebruikt en ik vind hem echt amazing. De verpakking is echt gewoon super simpel. Gewoon zo'n normale foundation tube. En het is echt een tinted moisturizer. Het is niet een foundation met een lichte dekking of whatever.
Lover, dit gaat jou echt gewoon bijna geen dekking geven. Het is gewoon een soort van dagcreme met gewoon een lichte tint er doorheen. Het is super, super naturel. Het is ideaal als je houdt van de no make-up make-up look, want het geeft je toch wel een beetje dat egale effect zonder überhaupt dekking te hebben. Kijk, er is echt bijna geen dekking. Zie je dit? Dus let daar wel op. Het heeft echt nog minder dekking dan een foundation met een lichte dekking. Nog minder dan dat. Ik vind hem denk ik nou iets te naturel voor de ooglook die ik heb gemaakt. Maar ja, whatever. We moeten iets. De kleur is perfect voor mij. Dat is ook fijn. Ik heb hem gewoon besteld op de Morphe EU website. Het komt vanuit Engeland. Alleen bij hun hoef je geen douane of iets te betalen. Dus dat is wel fijn. Maar als het goed is, is hij nu ook gewoon te koop bij Douglas. Kijk even wat voor lichte dekking dit heeft. Je kunt echt gewoon letterlijk alles gewoon nog zien. Het heeft me gewoon een hele lichte tint gegeven en dat was het eigenlijk. Ik vind het wel mooi, alleen het is niet helemaal mijn ding. Ik zou eerder gaan voor gewoon een skin tint die toch wel een klein beetje dekking heeft dan dit. Want dit heeft echt letterlijk geen dekking. Het is echt gewoon een getinte dagcreme. Dat is ook gewoon echt wat het is. Dus let daarop. Ik vind hem wel echt heerlijk ruiken. Oh my god. Dan ga ik verder met een nieuwe concealer van Makeup Revolution. Van Revolution heb ik hier de Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer in de kleur Medium Light. Er staat ook op dat er vitamine C in zit. Dus dat is toppie. Ik denk dat dit ook een concealer gaat zijn met niet al te veel dekking. Omdat er ook op staat eye bright. Dus dat het je hier echt gaat verlichten en zo. En dat soort concealers hebben vaak niet heel veel dekking. Het heeft gewoon zo een sponsje. En dan moet je gewoon zo onderdraaien. En dan hopelijk komt er iets uit. Oh my god. Ik heb deze gewoon besteld bij Boozy Shop. Oh jongens, je moet altijd 100 jaar draaien. Oh, ik zie al iets gebeuren. Oeh, het is wel een klein beetje donker. Kijk, er komt al iets uit. Oeh, het heeft een hele neutrale finish. Terwijl het is geen neutrale kleur die ik heb gepakt. Wat heb ik gepakt? Medium light. Het is echt een hele neutrale kleur. Ik vind dit sponsje zo fijn. Ik weet dat er mensen zijn die dit niet heel hygiënisch vinden. Maar ja, ik gebruik het alleen voor mij, dus who cares. Ik vind dit echt super fijn. Oh my god, ik wil dat vandaag gewoon elke concealer zo'n sponsje heeft. Echt ideaal. En dan uitblenden. Oeh, heel mooi. Deze concealer is mooier dan dat ik had verwacht. Ik dacht echt, dit gaat nul dekking hebben, bla bla bla. Kijk hoe mooi het verlicht. Het heeft een beetje een medium dekking en het verlicht ook echt. Het is echt een brightening concealer. Dan ga ik verder met deze nieuwe contour stick. Dit is de Milani Supercharged Cheek Plus Lip Multi Stick. Dit zijn van die nieuwe sticks van Milani en het is voor je wangen en voor je lippen. Ik heb een hele donkere kleur, dus dit gaat niet echt geschikt zijn voor mijn lippen. Maar ik hoop er wel heel mooi mee te kunnen contouren / bronzen. Je had een aantal kleurtjes. Boozy Shop verkoopt helaas niet alle kleuren. Want ik had gezien dat ze ook hele mooie blush kleuren hebben. Alleen Boozy Shop had die niet. Volgens mij heeft die maar echt 4 kleuren of zo. Je kunt zo onderdraaien. En dan breng ik gewoon dit aan. Oeh, het heeft een hele lichte dekking. Kijk even hoe licht het is, maar hoe donker de stick is. Het mixt een beetje met mijn concealer en zo. Zien we dit? Dat is niet zo fijn. Het is super creamy. Echt heel erg. Het heeft wel echt de make-up eronder eraf gehaald. Dus zien we dit? Het is gewoon helemaal licht geworden. Dan alles uitblenden. Oké, het blendt ook echt helemaal weg. Ik weet niet wat ik van deze stick moet vinden. Het blendt echt gewoon mijn kant helemaal weg. Het is echt super creamy. Het laat ook nou hier echt een prachtige glow achter. Alleen de kleur verdwijnt gewoon helemaal. Dat vind ik niet zo fijn. Ik had het ook door met het aanbrengen. Het mixte helemaal met alle make-up die eronder zat. Ik denk niet dat ik deze stick zo fijn vind. Maar ik vind het wel heel jammer. Want ik had echt hoge verwachtingen hiervan. Maar ja, dit is niet zo mooi zo. Je ziet gewoon bijna niks. Dan heb ik ook nieuwe blushes van Morphe. Dit is de Morphe Cream Blush. Ook deze blushes heb ik van hun ontvangen in PR. Maar ik had ook één blush zelf besteld. Samen met die getinte crème. En dat was de kleur Sweet Scandal. Dus die heb ik nou 2 keer. Dus eentje gaat in de winactie. En ik heb hier ook allemaal andere kleuren. Ik heb hier de kleur Verified. Beetje een hele lichte peachy kleur. Ik heb de kleur Racy Pink. Dit is echt een hele felle roze kleur. En ik heb de kleur Leave a Comment. En dat is een beetje een bruine genoeg kleur. Maar ik denk dat ik
Mocha voor de kleur die ik ook had besteld. En dat is Sweet Scandal. Een hele mooie roze kleur. Laten we kijken wat dit ervan gaat bakken. Ik hoop dat het gewoon heel mooi gaat aanbrengen. Dit is hoe de blush eruit ziet. Gewoon zo'n kleine tube. Dit was dus wat ik had besteld. Een blush en deze dagcreme. Ik ben zo blij dat ik hem gewoon heb besteld. Want oh my god, die andere kleur, als ik die moest gaan opdoen, was nou echt een bende geweest. Oké, jongens, laten we hem gaan aanbrengen. Ik ben echt benieuwd. Ik ga denk ik eerst even een beetje aanbrengen op mijn hand om de textuur te zien. Oeh, kijk even dit. Het is super creamy en gladjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Wel een hele mooie kleur. Super felle kleur ook. Er zit een geurtje op, maar ik vind hem niet zo heel lekker ruiken. Blendt wel echt topje uit. Zien we dit? Het blendt gewoon helemaal mooi uit. Ik pak gewoon steeds zo een beetje van mijn hand. En dan breng ik het gewoon steeds meer aan. Ik breng best wel veel aan. Jullie weten, ik hou van blush. Heel mooi. Oeh! Ik vind het echt heel mooi. I love it. Ja, dit is echt iets wat ik vaker zou gebruiken. Ik vind het echt geweldig. Ik hou hier echt van. Oké, ik heb geen nieuwe losse poeder. Dus ik gebruik gewoon even mijn Elf Halo Glow poeder om alles te zetten. Ik ga ook even snel mijn neus contouren. Daarvoor heb ik ook niks nieuws. Dus ik gebruik gewoon mijn Revolution paletje en dan deze kleur. En dan een beetje MAC Fix Plus om alles mooi te hydrateren. Jongens, mijn gezicht ziet er echt prachtig uit. I love it. Dan ga ik verder met de ogen. Ik doe even een zwart oogpot loodje in mijn waterlijn. Dit is de Bad Gal Bang Eye Pencil van Benefit. Dan pak ik deze paarse kleur. Ga ik die een beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. En alleen maar vanuit de buitenste hoek naar het midden. Dan pak ik ook een beetje van de blauwe kleur. En die breng ik er ook zo op aan. En dan ga ik voor geel. En geel breng ik aan in de binnenste ooghoek op de onderste wimperrand. Dan doe ik een klein beetje mascara op de onderste wimpers. Ik gebruik wel een andere. Dit is mijn Clarins 4D mascara. Jongens, deze stick is echt super glanzend. Kijk even heel die glans op mijn voorhoofd. Deze cream stick is echt super, super glanzend. Ik vind hem best wel mooi. Echt jammer dat hij gewoon alles eraf haalt en helemaal wegblendt. Dan is het tijd voor highlighter. Ik heb hier de Revolution Glow X Rachel Leary Golden Hour Splendor Highlighter. Dit is echt een super, super grote highlighter. Rachel Leary is een influencer. Ik was niet bekend met haar, maar zij heeft een hele glow collectie uitgebracht met Revolution. Waaronder deze super, super grote highlighter. Ik heb hem al gezien en hij lijkt wel een beetje donker. De verpakking ziet er prachtig uit. Heel mooi chic, zo rose gold. En kijk even hoe mooi dit is van binnen. Super mooi goud. Ook een hele grote spiegel. Alleen ja, ik weet niet. Ik denk dat hij iets te donker gaat zijn voor mijn huidskleur. Maar we gaan het gewoon proberen. Het zou ook echt prachtig zijn. Gewoon als een soort van body glow. Laten we het gewoon gaan aanbrengen. En hopen dat het niet te donker gaat zijn. Oké, ja, het is echt te donker voor mij. Dat is wel jammer. Ik ben het er gewoon gelijk ook weer aan het afhalen gewoon. Nee, het is veel te donker. Jongens, dat is wel jammer. Ik heb ook geen andere nieuwe highlighter. Nou ja, in ieder geval, deze zou ik alleen nog maar gebruiken voor mijn lichaam. Want hij is wel echt heel erg mooi. Dan ga ik voor nu in met mijn MAC highlighter. Mijn MAC Extra Dimension Skin Finish in de kleur Fleur Sure. Deze kleur is echt prachtig. Wel een klein beetje licht, maar wel echt prachtig. En dan als laatste de lippen. Daarvoor heb ik ook twee producten. Ik heb hier een nieuwe lipstick van W7. Dit is de W7 Major Matte Lipstick in de kleur Exposed. En dit moet een dupe voorstellen van de Huda Beauty Matte Lipstick. Zoals je kunt zien hebben ze haar gewoon precies nagemaakt. Deze van Huda Beauty is in de kleur Staycation. Een hele, hele mooie nude kleur. Een van mijn fave nudes. En dan heb ik hier de kleur Exposed. En die lijkt er echt super veel op. Ik ga ze gewoon even naast elkaar swatchen. Kijk, dit zijn dan de twee kleuren. Hier is W7, de iets lichtere. En de andere kleur is Huda Beauty. Ook qua hoe ze allebei aanvoelen. Echt, ze lijken super veel op elkaar. Ik ga wel eerst mijn lippen omlijnen met mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil. Dit is echt
prachtig. Kijk even hoe mooi. Dit is echt de perfecte nude voor mij. Super gepigmenteerd. Heel erg creamy, maar nog wel gewoon een matte finish. I love it. W7 heeft deze lipsticks echt goed nagemaakt. Heel erg mooi. Vaak is een dupe toch een beetje gewoon de crappy versie van het echte product. Maar dit lijkt er echt absoluut op. Die van Huda Beauty voelt alleen iets dikker aan. Dit is een beetje een dunne formule. Maar dat heb je altijd met een betaalbare lipsticks. Maar ik vind het echt prachtig. Dit is gewoon echt super, super mooi. Dan heb ik hier ook nog een lipgloss. Dit is de Root Cosmetics Glit & Glow Lip Gloss. Dit is in de kleur Read My Lips volgens mij. Echt een hele beetje kinderlijke verpakking wel. En dit is dan hoe de gloss eruit ziet. Heel veel glitters. Het is een beetje roze-oranje-achtig. Hij is ook echt best wel klein. Ik moet zeggen dat het een beetje op kindermake-up lijkt. Kijk hoeveel glitter hiervan afkomt. Oh my god, dit is echt way too much glitter. Oké, ik ga het gewoon aanbrengen over deze lipstick. En deze lipstick waarschijnlijk verpesten. Oké, de lipstick gaat er wel echt helemaal van af. Kijk deze applicator. Hij heeft hem er gewoon echt helemaal afgehaald. Nee, ik vind deze gloss niet zo. Ik vind het echt een beetje lijken op kindermake. Nou jongens, dat was het dan. Eventjes wat fixing spray. Ik denk dat ik ga voor mijn W7 Ready Set Glow Halo Setting Spray. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan voor vandaag. Wat vinden we van deze super, super heftige make-up look? Oh my god. Oké, ik heb dus vandaag weer echt een heleboel nieuwe make-up getest. Ik zal nog eventjes vliegensvlug vertellen wat ik nou uiteindelijk van alles vind. Deze moisturizer is heel mooi als je gewoon houdt van een natural look. Deze lipstick van W7 is echt amazing. Echt een regelrechte Huda Beauty dupe en ook echt een hele goede dupe. Deze blusher van Morphe, geweldig. Ik vind niet heel vaak goede betaalbare cream blush. Als je nog zoiets zoekt, ik zou hem zeker halen. Kijk ook even hoeveel pigment het heeft. Er is allemaal poeder en alles opgegaan. En nog steeds is het echt super goed te zien. I love it. De gloss van Root Cosmetics vind ik helemaal niks. Ik vind het echt een beetje kindermake-up. Dit paletje van Root Cosmetics vind ik wel fijn. Als je op bezoek bent naar gewoon een prima kleurrijk mat paletje, dan zou ik hem zeker aanraden. Ik vind hem echt heel erg mooi. Deze mascara vind ik helemaal niks. Kost mij veel te veel moeite om een beetje volume te creëren. Deze creamstick vind ik helaas ook niks. Ik had echt gehoopt dat ik hem fijn ging vinden. Maar hij haalt alles wat eronder zit eraf. En hij blendt helemaal weg. Deze highlighter heb ik helaas niet kunnen gebruiken. Als je een iets donkere huidskleur hebt, gaat hij waarschijnlijk prachtig zijn als gezichtshighlighter. Maar ik zou hem nog eventueel kunnen gebruiken voor mijn lichaam. De oogschaduw primer. Mijn voorkeur gaat toch uit naar een primer met wat meer pigment. De concealer heeft mij echt verrast. Ik vind hem echt heel erg mooi. Kijk even dit. I love it. De W7 wimpers ook echt prachtig. En dan als laatste deze eyeliner. Deze vond ik ook niet fijn. Omdat die gewoon super droog is en bijna niks oppakt. Al met al is het echt een leuke make-up look geworden. Ondanks het feit dat er hier en daar iets bij zat wat niet zo goed was. Ik vond het echt weer heel leuk om te maken. Laat me jullie mening horen beneden in de reactie. Wat vinden jullie van de make-up look? Van de producten? Let me know. En laat me ook weten of je dit soort video's leuk vindt. Want dan maak ik ze vaker. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken. En te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!